Een vrij standaard opgave op een HAVO-examen is het berekenen van de weerstand van een draad. En daar kun je uh, vaak veel punten mee verdienen, want je moet veel stapjes doen om uh, tot het juiste resultaat te komen. En het loont dus ook echt om uh, hier extra tijd aan te besteden. En dat gaan we dus in deze webles doen. De vraag is als volgt. We hebben een draadje gemaakt van aluminium. Deze is 60 centimeter lang en heeft een diameter van 0,10 millimeter. En de vraag is, bereken de weerstand van dit draadje? Ik heb alle gegeven waarden weer vet weergegeven en ook uh, het sleutelwoord berekenen en uh, ook wat we moeten berekenen, namelijk de weerstand. En we kunnen aan de slag. We gaan eerst een plan van aanpak uh, bekijken. Eigenlijk een standaard aanpak om dit soort uh, opdrachten mee uh, uh, goed te kunnen uh, doorlopen. En het eerste is, uh, klinkt een beetje uh, saai, maar maak even voor jezelf een schets. En vul de gegeven waarde in die schets in. En let daarbij goed op de eenheid. Want we gaan straks alles in de formule invullen. En in de formule moet alles dus ook in meters en in vierkante meters. Dan gaan we ook de soortke weerstand opzoeken in BINAS. En we gaan de formule gebruiken. En dit is de formule van de weerstand van de draad. En als we alle waarden goed hebben uitgerekend en opgezocht, dan hoeven we het alleen maar in te vullen en uit, uh, uit te rekenen in de formule. Oké, okay, nou we gaan het eens even bekijken in een, uh, in een praktijkvoorbeeld. We hebben dus nog steeds dat draadje. Bereken de weerstand ervan. Ik maak even een schets. Ik krijg een soort cilindertje met een lengte L en een, ja, een doorsnede A. En dan moet je even opletten. A in de formule. En ook hier in de tekening is dus het oppervlak van het draadje als je er via de zijkant tegenaan kijkt. Ik ga even de gegeven waarde erbij zetten. L is 0,60 meter. Ik vul het meteen in meters in. En A wil ik ook invullen. Maar ja, dat gaat even niet zo makkelijk. Want ik heb A nog niet. Ik heb alleen de diameter. De diameter van die, van die cirkel. En ik wil eigenlijk het oppervlak van die cirkel weten. Dus ik moet hier even gaan rekenen. Ik moet gaan gebruiken de formule van de oppervlakte van een cirkel. Dat is pi r kwadraat. Maar ik krijg hier d gegeven. Dus ik moet eerst de helft van d pakken. En dat is dan mijn r. En die invullen. En dan krijg ik pi maal een half d in het kwadraat. Nou als je dat netjes doet. En wanneer je ook goed oplet dat je ook die d invult in meters. Dan krijg je het volgende. R is dan dus 5 maal 10 macht min 5 meter. En als je dat uitrekent, dan krijg je een heel klein getalletje. 7,85 x 10 min 9 vierkante meter. Dan kun je ook wel nagaan. Het draadje is al heel dun. En het oppervlak van het draadje, als je er dus via, eh, tegen de zijkant aankijkt, ja, die is enorm klein. Dus wanneer je hier een groter getal krijgt, dan weet je eigenlijk vrijwel zeker dat je een rekenfout hebt gemaakt. Nou, ik kan ook deze brekende waarde in mijn schets zetten. Dan mis ik nog één waarde. En dat is de soortelijke weerstand, in dit geval van aluminium. En dan moet je even goed opletten. Want hier kunnen twee dingen misgaan. En er gaan ook vaak twee dingen mis. Wanneer eh, leerlingen dit gaan opzoeken. En het eerste wat misgaat, is het tekentje voor eh, de soortelijke weerstand. Dat is namelijk eh, die P met een kringeltje, de Rho. Maar de dichtheid heeft precies hetzelfde tekentje, dus heel verwarrend. En wat zie je nu vaak gebeuren? Dat leerlingen uh, niet de soortelijke weerstand gaan opzoeken, maar de dichtheid. En de dichtheid, dat is een getal in de orde van de duizenden. En de soortelijke weerstand, dat is een getal in de orde van 10/8/7. Dus dat, er zit een enorm verschil in grootte ook. En dan krijg je dus hele gekke uitkomsten als je uh, de dichtheid gaat invullen. Dus niet doen, soortelijke weerstand opzoeken. En dan uh, bij de soortelijke weerstand heb je nog een tweede alletje onder het gras. Het getalletje dat in Bina staat. Uh, is niet het hele getalletje. Kijk ook altijd even bovenaan de tabel of er nog iets uh, genoemd staat. En dat staat ook bij de soortelijke weerstand. Er staat namelijk maal 10 tot de macht min 9. Als je nu bij aluminium gaat kijken, dan zul je vinden het getalletje 27 maal 10 tot de macht min 9 ohmeter als soortelijke weerstand. Ik heb nu mijn uh, drie uh, gegevens bij elkaar gezet. Het wordt nu eens tijd om de formule te pakken. Die ziet er als volgt uit. R is rho mal L gedeeld door A. Ja, ik hoef niks om te zetten, want ik wil R berekenen. En ik weet Rho, L en A. Uh, die weet ik al, die zijn al bekend. Dus ik kan het gewoon direct invullen. En dan krijg ik uit een waarde van 2,1 ohm. Nou, even de laatste drie uh, stapjes weer. Geef ik antwoord op de vraag. Ze vragen een weerstand. Ik geef een weerstand. Uh, heb ik de eenheid erachter gezet. Eenheid van weerstand is de Ohm En die staat er netjes achter. En dan significant cijfers. Als ik kijk naar mijn gegeven waarde, dan is het draadje 0,60 meter lang, 60 centimeter, 2 significant. De diameter is ook in 2 significant gegeven. Mijn antwoord is dus ook in 2 significant.